Welkom tot het begin. Ik ben Amanda en ik speel een nieuw spel op het kanaal. Genaamd Euro Truck Simulator 2. Zoals jullie hier net ergens in het beeld zagen, is het Steam. Omdat ik op Steam speel voor die nieuwe update. Met die wielen die omhoog kunnen. Lift Able Access. Ja, zo noem ik het. Zo heet dat. En dat vind ik wel cool. Ik kom met jullie laten zien. Ik hoop dat het ook op je vrachtwagen toegezet is. Zoals jullie zien heb ik hier Monster Skin. En dat is allemaal een test en al die shit. Ik maak een skin. Met het logo voor de Games Team en zo, maar we gaan laten beginnen. Ik noem onszelf. Ja, ik noem mezelf altijd Damendra Movies. Waarom weet ik niet, omdat ik zelf Damendra Movies heb. Neem dit mannetje. Wat? Wacht even. Is het veranderd? Oh ja, dit is die nieuwe DAF XV6 of zo. Nou ja, we nemen dus Scania. Ons bedrijflogo wordt Europa. Ons bedrijfsnaam wordt Tar Logistics of Slash Tucht of zo tenminste. Nou ja, want kijk, de Ultimate Gamer T. Even die. Hier, ik vergeet de lettertijd. Kijk, die. Wacht even hoor. Ultimate Gamers T. Ja, we zijn niet de Ultimate Gamers T, toch? Dus ik doe wel gewoon Dar Logistics. Wacht even. Logistics, zo was het. We zijn een Nederlandse taal. Nee, we zijn Noors. En we gaan hem creëren. Het kan zijn dat jullie me niet horen, maar dat maakt niet uit. Dat misschien gaat zo meteen. Springt die tering hard aan. Dus als jullie me niet horen, dan zie ik zie jullie wel zo meteen terug na het intro. Ah, Breaker 19, this here's a rubber duck. You got a copy on me, love machine. Ah, 10-4, pig pen. For sure. By golly, it's clean, clear to Taco Town. Yeah, we definitely got us the front door, good buddy. Mercy sakes alive. Ik hoop dat jullie van de intro genoten hebben. Damendra Movies kan dus niet. Dus ik doe mezelf gewoon Damendra. Hoop ik. Nee. Logistics. Oké, dat is mooi. Ik hoop dat het werkt, ja. En dan laat ik hem terug. Nee. Oké, dat is mooi, hè? Ga maar. Ik hoop. Nee, dit heeft waarschijnlijk die lift able access, denk ik. Jongens, ik hoor diertjes. Laten wij eens even kijken waar allemaal diertjes zijn. Ik zie daar wel kippetjes. Oh, jongens, kippetjes. Gaan beginnen. Zoals jullie zagen en ik hoop dat jullie me hoorden, hoopte ik tenminste een beetje. Ik heb Groningen gekozen omdat ik zelf woon ik ook in Groningen. Dus ik vind het wel mooi en zo om in Groningen te kunnen. We doen het ook in mijn levering richting Amsterdam. Oké. Het wist ik dus nog niet. Ja, dat maakt mij niet zo echt heel veel uit. Maar ja. Verder vertel, sorry voor het dat ik niet zoveel video's upload. Jassin,
voor mij is het gewoon een beetje te lui om video's te maken of zo. Of nee, wacht, nee, laat maar. Hij heeft voor mij geen goede spelletjes. Ja, maakt niet uit. Ik heb dus ook gewoon heel, heel veel huiswerk. Als jullie klachten hebben, moeten jullie bij mij meten, minder zichtbaar zijn. Hij geeft ons 67 wiskundeopdrachten. Dus ja, ik krijg heel veel toetsen opgegeven. Ik moet heel veel huiswerk doen. Ik doe alweer verkeerd, sorry jongens. Ik heb heel veel huiswerk te doen. Ik ga al verkeerd hoog. Ja, hier, dat krijg je, hè, als je over school praat. Dan ben je allemaal de weg kwijt. Oké, dat was gewoon gewoon een nutteloze woordgrap. Maar ik bedoel het niet als woordgrap. Ja, boeiend. Ik ga ook een stuur kopen, want zoals jullie zien stuurt hij niet zo lekker soepeltjes met een pijltje. Hij stuurt wel soepeltjes, maar met pijltjes niet echt. Dus wat we gaan doen, want we gaan hier zo afslaan. Pas op dat je het verkeersbord niet aanrijdt zoals je al hebt gedaan. Nou, ik hoop dat jullie ook wat vonden van die intro. Het is een kut intro, kut kwaliteit. Intro is gewoon een kut kwaliteit, ik weet het. En mensen die hebben het te biel. Nee, grapje. Ik kon niet echt goede video's doen. Maar ja, ik heb in ieder geval iets. Als jullie daar in de verte, al bijna ziet, het gasuniegebouw. Daarbij is de Martini ziekenhuis en al die shit en zo. Stadspark is er vlakbij. Ja, ik woon daar, kom ik er ook langs. Een stuk vlakbij mijn school. Ja. Dus dat vind ik wel mooi. Ik vind de Martini Toren mooi en zo. Ja, ik vind het gewoon leuk. Je zal zeker wel de Amsterdam kiezen als je in Amsterdam woont, of niet? Nou ja. Ik ga dus nu eventjes met 106 km per uur over de snelweg. Waar ik officieel 80 mag als vrachtwagenchauffeur dan Mendera. Ja, ik ben de Mendera, ik hou me niet aan de regels. Ik excuseer me alvast voor het geld dat er gaat gebeuren als ik van de weg pleur. Ik ben namelijk niet goed met begrenzen, ik ben er wel goed in. Alleen ik neem de scherpe bochten en ik let gewoon niet goed op. Ja, zoals jullie al zien, zag je dat ik niet goed op let. Ik blijf mensen aan de kant van de weg waar ik niet om kan keeperen. Ja, of wel om kan keeperen, maar je niet tegen de rand aankomt of zo. Als je met 140 km per uur gaat. De hoogste wat ik in het bed ga is 170. Hoe ik het voor elkaar heb gekregen, vraag me dat alsjeblieft niet. Ik ben Romy, ik ben gewoon tering hard gaan rijden op een lange weg. Ik weet bij god niet meer welke weg, maar we komen zo bij de afsluitdijk, zie ik. Dus ik zal even wat vaart verminderen. Maar ik zie me hier zelf al uit de bocht vliegen. Wat eigenlijk niet echt de bedoeling is voor onze eerste rit. Oh jongens, nu zit hij wel lekker soepel, hè? Dan kan ik toeter ook erbij weer, hè? Gaat voor daar niet. Nee. Gelijk hoor. Dus ja. Het gebeurt het dan. Ik heb mijn remsterkte ook niet echt helemaal goed gezet. Want ja, mij maakt die remsterkte niet zoveel uit. De jongens gaan het normaal doen. Zoals ik doe, soms wil ik ram ik er gewoon doorheen. Maar dat doe ik dus nu niet. Jongens, ik zet de cruise control aan. Dan gaan we een beetje te ver. What the fuck? Zal hij het redden? Zou hij rechts mogen inhalen? Nee. Gaat op die plank. Oh jongens. Ik zal even die muis van me wegzetten. Dat flikkerding.
Oké, dat hebben we zien. 3, 2, 1, go. Oh, we zijn nog gepasseerd. Ik heb een lagere koerscontrole erop. Ik ga met mijn lekker cruisen. Oh god, ik moet wel eens sturen. Mooi hè, gamma. Dat zure ga ik nog aanschaffen. Ik moet eerst van mijn luie reet afkomen en de mediamarkt toe gaan, maar het gebeurt zo gauw mogelijk. Ik heb de koerscontrole eraf gehaald en ben met een sukkel. Ja, dat gebeurt zo snel mogelijk. Hoop ik dat als ik mijn luiheid ik doorzit over mijn luiheid. Maar ja. Zo mezelf kennende gaat ook niet gebeuren, denk ik. Maar ja. Ik zie wel. Hallo Jumbo. Ja, what the fuck. Wow, dat is een pro-actie. Mag hier alweer wat sneller? Oké, daar gaan we jongens. Daar gaan we. Oh, Merry Christmas. 80 km per uur over de afsluitdijk. Gaan we hem gasten, jongens. Even toeteren naar mijn mede-trucker. Ik weet niet eens hoe lang ik al opneem. Ik heb Manicam eindelijk geregistreerd, dus ja. Werkt perfect. Geen logo meer. Ik ga misschien doen voor de keer voor de YOLO gewoon een logo in beeld. Ik zie wel hoe dat ziet. Shit, ik had moeten denken. Verdamme. Oh nee, niet. Of niet, laat maar. Nee. Zullen we zien. Amsterdam. Wie houdt er toch van? Wow. Nee. Lekker over de snelweg met 115 km 16. 120 km per uur punt. Hier rem ik toch maar even af. Maar bij mij weet je maar nooit eens. Ja. Dan heb ik Amsterdam ontdekt, jongens. We hebben Amsterdam ontdekt. Maar wacht, we moeten toch maar weer terug. We moeten hier zo naar links. En de man die remt af, ho. Oh, ik mag nog door, oh. ik mag nog, hé. Hey. Jongens, het is ons gelukt. Godverdamme. Hoe lang hebben we nog? Nee. Ah, nog 5. Nee, ik ga proberen dit te parkeren. Ik ga dan weer niet dat het lukt. Maar jullie horen me vrij even.
Sorry voor het piep, jongen. Dat ik zo ingeparkeerd heb. Echt de allereerste keer. Oh jongen, want we moeten natuurlijk gaan voor die extra 45 XP, hè, natuurlijk. Euro Truck Simulator 2. Het is 6 minuten over 11:30. En we zijn zo vrij als de wind. Maar we hebben natuurlijk geen... Oh jongens, de Martini-toren. Ik zag hem daar. Dit is de A-kerk. Dit is mijn kutschuurtje. Gezellig, dankjewel. We hebben een vaardigheidspunt. Jawoel. We gaan voor de benzine en de diesel. Vin diesel. Ja. Nou, we gaan. Met een Volvo of een DAF. Zullen we een Iveco of zo? Nee, we gaan met de Volvo van Groningen naar Bremen. Appels. Het is 12:37. En we gaan van Groningen naar Bremen. En we verdienen appels. Kijk eens even, wat een mooie vrachtauto dit, joh. Hier ergens in een bedje. Ik heb geen GPS. Ik heb een lelijk stuur. Nee, grapje. Dat even zien. En we gaan het ding opzetten. Oké, wat gaan we doen? We kunnen nog een paar kilometer rijden. Mooi geluidje hoor. Ik houd er gewoon niet van. Ik kijk altijd even uit het raam, hè jongens. Dat is mooi. Zo, natuurlijk. We hebben de toeter horen hoor. Oké, de toeter is normaal. We rijden natuurlijk weer over de vluchtstrook heen. Ik zie een vogel en een luchtballon. Je doet het vogel, is het een vliegtuig? Nee, dat is niet, dat is een luchtballon. We hebben een nieuw bericht. Weet je wat, we gaan hem kijken, we gaan hem echt voor ons gaan even stoppen. Met een goud, gele... Volvo. Mooi, oké, dat is mooi.
Nee, nee. Flikkers. Jongens, we hebben een paar rotte appels erbij. Speciaal voor Duitsland. Waarom weet ik niet. Dat is pas echt de kunst, joh. Dit is ook kunst. Dit is ook een kunst om te rijden. En dan terug. Ah, doe maar met die kant op. Oh, wat zijn die vogels toch mooie graphics. GTA ziet er cooler uit op de graphics. Ik rij weer de halve vluchtstrook. Ik vind het beste ding is niet zo snel. Het duurde wel lang voor ik je optrok. En zoals jullie zo straks zagen, ik heb dingen eens uitgezet. Vermoeidheidssimulatie. Ik vind het een beetje irritant dat, ja. Als je steeds. Dat ik steeds maar moet gaan slapen, dat ik dan de lading op te laten moet vervoeren. Dus, hoppa, we rijden gewoon door. We gaan over de grens van Duitsland en Nederland. En welkommen in Duitsland. Ja jongens, het is al een beetje Duits. Het staat gemiddeld een 7,5. Nou ja, 7,6. Ik rond het af, laat me met rust. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo goed in Duits. Ik leerde gewoon woordjes. Ik doe hast en al die shit. Ich bin der Mensch. Ik kan gewoon niet Duits. Oh, 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 oh. We moeten hier hebben. Roestie. Ik ga namelijk in tank. Deze oude rakker kan ook niet zonder benzine, hè. Volgens mij ben ik nog gewoon meer dan een half uur aan het opnemen, of niet? Ja, we maken gewoon dit ritje af en dan stop ik ermee. Ik zal eens zien hoe lang ik al bezig ben. Terwijl ik aan het denken ben, dan zoek ik even mijn telefoon. Oh, ik ben bijna een half uur aan het denken. Ik ben een half uur bezig. Zo, wat een slurper dit man. Hebben jullie ook, gaan jullie ook een vrachtwagen kopen? Koop dan een Scania. De R normaal, zijn niet hele slurpers. Oh jongens, we hebben een presentatie. Of een prestatie ontgerendeld. Diesel, Vin Diesel. Ja, Vin Diesel. Punt. De mannen, je moet wel je ogen op de weg houden en je moet die muis met rust laten. Flikker. Oh, ho. Oké, jongens, we gaan erin. We gaan de bergen in. Joyriden met Tormendera. Ik vind dit een geweldig spel. Daarom maak ik er een gameplay van. Ik had al meerdere gameplays en zo gemaakt. Maar ja. En dan maar, ik heb ging mislukt een beetje. Ik ben die camera nu niet geregistreerd, dus dan ging ik echt helemaal de mist in, maar nu niet meer. Dan ben ik heel blij om deze auto remt zomaar en neemt wat een mogel. Ik hoop niet dat we in een file komen te staan. Lijkt me best wel een keer vet om het te zien, maar niet als we echt een hele verre en nog heel korte tijd een route moeten rijden, weet je. Gewoon een keertje, gewoon een beetje vrij free roam. Weer free roam, of hoe je dat ook zegt. Mooie beat, jongen. Oké. Nee. Druk even voor het knopje. Nee, dit had hij normaal uit moeten rijden. Daar hebben we de bus. We rijden op de 15. Je moet. Ja, in Duitsland moet je ook Duitsland. Het is Duitse praat. Nee, ik kan er gewoon helemaal geen reet van.
jongens. Nou, zoals jullie zien. Het lag mijn hele bel helemaal aan het ademen te tieven. Godverdomme. Oh jongens, zit hier de verkeerde. Ik ben er klaar mee. Oh, nog 26 minuutjes. Oh, nee, 25 was het. We hebben mooi getankt, weet zo. Nee, wacht, ja, we moeten wel. Ja, ik heb die 45 SP mooi verdiend. Met... Hebben we wel geld? Oh ja, we hebben geld gekregen, jongens. Nou, bij hier, hier sluit ik de serie af. Dankjewel voor het kijken. En kijk gerust volgende keer weer terug naar een nieuwe vrachtwagenchauffeur. Daar ben ik er. Houdoe!